Dames en heren, we zijn weer terug bij het Mainstage-programma. En we hebben nog een ontzettende leuke spreker te goed. Eentje die, die ontzettend leuk kan vertellen over zijn avontuur in Dubai. Dat is Bart Leclerc. Bart Leclerc is weer terug in Nederland. Bart heeft een aantal jaren rondgelopen in Dubai. Met een aantal staalbouwers en een aantal bouw- en staalleden zijn we vorig jaar januari geweest in Dubai. Ja. En dan hebben we het verhaal van Bart gehoord. En dat was zo'n inspirerend verhaal, zo'n gaaf verhaal van wat daar constructief allemaal gebeurt. Dus ik vind het echt superleuk dat je hier bent, Bart. En dat je ons mee kan nemen in de avonturen die jij daar constructief hebt beleefd. Nou, zo'n mooie introductie heb ik nog nooit gehad. Wat geweldig. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, het is inderdaad een journey, hè? Dubai is wel heel bijzonder. Ik ga even jullie de eerste slide laten zien. Dit is Dubai, zoals we dat kennen uit 1945. Dit is een opname gemaakt door vliegers van de Royal Air Force, die de kust van de Persische Golf aan het fotograferen waren. En dit was het dorp. Dit was alles wat er was. Dus 3.500 inwoners, heel weinig. En we weten allemaal hoe Dubai dat tegenwoordig uitziet, hè? Ik ga jullie even terugbrengen naar een foto uit mid jaren 80 ongeveer. Dit is de Sheikh Zayed Road. En dit is de weg die gaat van Dubai naar Abu Dhabi. En je ziet hiervoor, aan de linkerkant zie je de World Trade Center Apartments. En de World Trade Center, ik wil je dat je even goed naar het gebouw kijkt. En dan vervolgens kijk naar dit plaatje. En dan zie je de gebouwen weer. Je ziet ze weer aan de linkerkant. En ze zijn echt volledig overschaduwd door een skyline die letterlijk in de laatste paar jaren echt uit de grond gekomen is. Enorm ambitieus. Met een ruler, Sheikh Mohammed, die daar enorm veel ambitie in heeft gegooid en echt zijn dromen werkelijkheid heeft laten worden. Nou, een van de projecten waar ik bij betrokken raakte, helemaal in het begin, en dat is eigenlijk waarschijnlijk een van de langst lopende projecten in het Midden-Oosten. Dit was in 2007, zijn we weer mee begonnen. Dat was Zayed National Museum. En ontworpen door Sir Norman Foster. Zeer complex, klein, een museum. Met vijf van deze ongelooflijk mooie grote vleugels, of wings zoals we ze noemen. De hoogste is 90 meter hoog. Freestanding, dus volledig geen support structure eronder. En het is een paar keer gestopt en een paar keer gestart. Dat kwam onder andere door de crisis die we in 2008 hadden. Daarna hadden we natuurlijk de Arab Spring. En gelukkig is het de afgelopen paar jaar is het weer opnieuw opgestart. Want ze willen echt dit project gaan bouwen. En als je binnenkort over een paar jaar naar Abu Dhabi gaat, dan zul je dit gebouw daar heel mooi aan de vlak naast Louvre zien staan. Een ander project dat veel sneller ging, was het Allianz Stadium. Allianz Stadium was een project dat BAM was erop aan het bieden. Die wilden dat graag winnen. En die zijn toen naar ons toegekomen. Die hebben gezegd van de 24 januari speelt Allianz tegen Manchester City. We moeten dit stadion hebben. Dat moet af zijn over 16 maanden. Hoe kunnen we dit ding eenvoudiger maken? Zonder dat de architectural intent wordt veranderd, kunnen jullie ons ermee helpen? En we hebben er toen naar gekeken en we hebben dus iets van 10% van het materiaal kunnen besparen. We hebben een paar hele complexe constructies hebben eruit kunnen halen. Waardoor we dus in staat waren om dit gebouw inderdaad in 16 maanden te bouwen, te ontwerpen en te bouwen. En hier zie je het team van de helden die dat dus toen voor elkaar gekregen hebben. Dit was tijdens een site visit. Maar je kunt zien hoe complex, hoe mooi deze constructie uiteindelijk toch geworden is. En hier nog een paar mooie details ervan. Volledig kolomvrij, 25.000 zitplaatsen, helemaal conform de FIFA-guidelines. Snel daarna raakten wij betrokken bij dit project. Het is Blue Water Island. Het is een kunstmatig opgespoten eiland door Van Noort. Die hebben dat gedaan. Wij werden verantwoordelijk voor het reuzenrad wat je daar ziet. De poten ervan, de draagconstructie, de terminal building, de retail eromheen en ook de parkeerplekken eronder. Dat is een mooie plaat hier die laat zien hoe die terminal building, ontworpen door Snoetta, hoe die eruit ziet. Nou, dit is echt een heel grote Ferris wheel. Dat is de grootste van de wereld. Nou, even deze plaat laten zien om een vergelijking te maken met de andere Ferris wheels in de wereld. Je ziet de London Eye, slechts 135 meter.
Deze in Dubai wordt 250 meter. Dus je kunt je voorstellen hoe ongelooflijk complex het is om een reuzenrad van dit formaat om dat te bouwen. Dus temporary structure is echt ongelooflijk belangrijk voor dit. Dat die stabiel is en voldoende stijfheid heeft. Gelukkig hadden we de hulp van Mammoet. Dit was de op twee na grootste kraan in de wereld die geholpen heeft bij het opbouwen van dit project. En je ziet hier naar die enorme grote zeecontainers die je erachter ziet. Die waren dus volledig gevuld met zand. Om genoeg contragewicht te geven om dit ding dus te laten staan. Nou, vier van deze grote buizen. Totale lengte 126 meter lang. Die zijn dus gefabriceerd in Abu Dhabi. En zijn op een barge richting Dubai gekomen. Waar ze dus vervolgens met die enorme kraan op het eiland zijn gezet. En in elkaar gezet. Nou, dit ding heeft een doorsnede van 6 meter. Nou, hier is een plaatje dat gewoon echt de bouwmethode echt heel duidelijk laat zien. Dus je kunt zien dat iedere bouwfase op zichzelf inderdaad stabiel is en op zichzelf kan blijven staan. We zijn ondertussen een aantal jaren verder. En je kunt zien dat de temporary structures allemaal zijn weggehaald. En dat de spaken op zijn plek zijn, de kabels. En hier zie je de eerste capsule die dus op zijn plaats is. Nou, toen we dit gebouw ontwerpen, of toen we deze reuzenrad ontwerpen, was het van belang dus dat die capsules een bepaald gewicht konden hebben. Wat belangrijk was, is dat er een auto-launch kan worden gedaan. Dus dat er een grote auto in kon en dat mensen die dus geïnteresseerd waren in die auto konden kijken ernaar en een beetje een rondrit kregen door het reuzenrad. En vervolgens dus aan het einde dus het koopcontract van de auto zouden tekenen. Dus wij vroegen van, wat is de grootste auto die iedereen wil hebben? En ze zeiden, er moet absoluut een Rolls-Royce Phantom moet erin kunnen. Want dat is op dit moment de grootste luxe auto die we hebben, die er is. Dus die moet erin passen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus over een paar maanden is dit project klaar. En dan wordt die operational. Een ander project waar wij betrokken geraakten is ook echt, spreekt echt tot de verbeelding, is het Atlantis. Je ziet hier aan de linkerkant zie je het oude Atlantis. Aan de rechterkant zie je Atlantis fase 2. En je kunt je voorstellen, een project als dit, dat kun je eigenlijk alleen doen als je gewoon echt heel veel staal gebruikt om bepaalde delen ervan gewoon gebouwd te krijgen. Dus je kunt je voorstellen, je hebt 6 enorme grote betonnen cores. En daartussenin heb je een prachtige staalconstructie om die cores met elkaar te verbinden. Dit is de situatie zoals die was ongeveer een jaar geleden. Hij is ondertussen alweer een stuk verder. De façades zijn op zijn plek. Maar ik vond dit een mooi plaatje, omdat je gewoon mooi die staalconstructie kan zien zitten. Je kan die cantilevers goed zien en je kunt die bruggen goed zien. Een ander project waar ik echt heel erg van onder indruk ben. Dit is een project waarbij we betrokken raakten met Nick en Sekei. Dit was aan de hand van een competitie. 2 grote torens. De ene, dat zijn beide kantoren en hotels. Verbonden met het enorme grote horizontale stuk. Die cantilever die je daar ziet, die is in totaal 68 meter lang. En je kunt het al raden, wat komt in die cantilever? Natuurlijk het allerzwaarste wat je maar kunt bedenken, een groot zwembad. Dus die komt hier in dit ding, in dit deel. Nou, gelukkig zijn ze eraan aan het bouwen. Hier kun je zien hoe de staalconstructie over de weg geschoven is. Het is een complexe site in de vorm van een driehoek. Maar hij wordt doorkliefd in het midden door een elevated highway. En daar moesten we dus overheen. Dus daar zie je nu die brug in positie. Je ziet alle delen die dus temporary zijn hier in het geel. En hier zie je hoe hij heel mooi over de weg geschoven is. En gelukkig, een aantal weken geleden hebben ze hem in positie gebracht. 100 meter omhoog, gejacked, gestrandjacked. En dit deel, wat dus bijna 130 meter lang is, of sorry, 170 meter lang is, heeft een gewicht van 6.500 ton. En nu kun je zien dat ze kunnen gaan beginnen met die cantilever van 68 meter. Ik ga je nu iets laten zien over een projectje wat eigenlijk heel dicht aan mijn hart lag. Het is veel kleiner. Het is een building site van nog geen paar vierkante meter. Maar je ziet op het allerhoogste puntje daar van de Burj Khalifa wilde de zoon van de sheikh, zijn naam is Sheikh Hamdan, hij wilde daar boven op die toren gaan staan. En hij wilde daar een foto van hebben. Hij wist dat er op een gegeven moment een volle maan ging komen.
En hij wilde graag een foto hebben van hem boven op het hoogste gebouw van de wereld. Maar dat moest natuurlijk veilig zijn. Maar het probleem is, die toren, die mast, die top van die toren, dat is een buis van 1,2 meter in doorsnede. Manddikte van 40 mm. En daar zit van alles op. Er zitten 3 lichten op, er zit een bliksemafleider zit erop, er zit een bliksemteller zit erop en er zit er nog wat apparatuur in. Dus het is eigenlijk een heel klein buisje eigenlijk maar. En hoe ga je daar iemand op laten staan? Nou, wij hebben toen het idee gehad om al die ingenieurs die we hadden bij ons in het bedrijf, om die gewoon op te splitsen in 6 groepen. We hebben toen een competitie gemaakt en we hebben gezegd van, we willen dat jullie gaan nadenken de komende 2 uur over wat de beste oplossing is voor dit. Hoe gaan we dit doen? En daar hebben we dus presentaties over gegeven. En alle beste dingen die daaruit zijn gekomen, die hebben we dus toegepast in het ontwerp. Nou, er is uiteindelijk, ik laat even nog wat van de ideetjes die we toen hadden, heb ik nog eventjes bij elkaar gebracht hier. En uiteindelijk is dit het platform geworden. We hebben dat ding letterlijk in stukjes door die buis, daar zit een ladder in, een catladder in, hebben we dus naar boven gebracht, tot 35 kilogram. En daar hebben we letterlijk al die dingen met bouten hebben we in elkaar gezet. Nou, die moeren die hadden we dus al vastgelast aan de onderkant van die staalprofielen, zodat die bouten gewoon heel simpel aan de bovenkant gewoon erin gedraaid konden worden. En we dat ding dus in 48 uur volledig in elkaar konden bouwen. Daar is een heel mooi filmpje van op YouTube. Dus als je daar interesse in hebt en je googelt dat, timelapse. Burj Khalifa Burst Jump Platform, dan kun je dat zien hoe dat heel snel zo die 48 uur in elkaar gebouwd is. Nou, even een fotootje van onderaf. Je kunt zien dat platform, er was een wens dat ook jongens met een wingsuit of met een parachute daaraf zouden gaan springen. Nou, je kent de toren. Die toren die wordt altijd maar breder naarmate je verder naar beneden gaat. Dus het was van belang dat die kerels genoeg voorwaartse snelheid hadden, zodat ze zover mogelijk weg van de toren zouden komen. Nou, wij dachten, door een 3 meter lange platform van te maken, is dat misschien de beste methode. En hier kun je zien wat het resultaat ervan is. Ja, blijft een mooi filmpje. Wij moesten natuurlijk Sheikh Hamdan nog bovenop die toren krijgen. En Sheikh Hamdan die wilde natuurlijk zeker weten dat het platform, op een gegeven moment hebben we die loopplank hebben weggehaald. We hadden dat platform nog steeds staan. En hij wilde zeker ervan zijn dat hij daar veilig op kon. Dus wij moesten dus zelf naar boven gaan, 's ochtends vroeg om 6 uur. Om er zeker van te zijn dat platform stevig was. Dus wij hebben toen dit kleine filmpje gemaakt. Dit is Andy Veal, een van mijn teamgenootjes toen. En hij staat boven, hij heeft trouwens hoogtevrees. Hij staat boven, staat hij vastgeklemd dus aan die paal. Daar zit hij aan vastgekoppeld. En dit was gewoon eigenlijk om even te testen of alles gewoon goed en stevig zat. Nou. Nou, dat ging allemaal goed. En dus uiteindelijk is Sheikh Hamdan naar boven gegaan en heeft daar bovenop de toren, in volle maan heeft hij daar gestaan. Maar eerlijk gezegd, vind ik het plaatje wat wij hadden, vond ik eigenlijk veel mooier.
Hij heeft ons ook al gewaarschuwd van zorg ervoor dat dat filmpje van jullie, dat dat nooit op social media komt, want dan mag je het land nooit meer in. Dus, nou, even een klein verhaaltje over, het volgende stuk. Als je een appartement koopt in, laat zeggen, een grote stad, zoals Parijs. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat jouw appartement een uitzicht heeft over een iconisch gebouw, zoals bijvoorbeeld de Eiffeltoren, dat je voor dat appartement makkelijk 20%, 30%, 40% meer kan vragen per vierkante meter dan een appartement die dat uitzicht niet heeft. Nou, in Dubai waren we erachter heel snel dat hetzelfde een beetje gold hier rond de Burj Al Arab. Het grote bekende 7-sterren hotel. Je ziet daarvoor zie je de Jumeirah Beach Hotel liggen. Wat ons opviel was dat de Burj Al Arab zelf voor de helft gevuld was. Niet fantastisch. Terwijl het Jumeirah Beach Hotel 100% occupied. Jaren van tevoren volgeboekt. Echt geen kamer te krijgen. Nou, je hebt daar nog een paar andere hotels. Ondertussen zijn daar iets van 6 of 7 hotels zijn er gebouwd. Alles bij elkaar. Je kunt je voorstellen, mensen willen dus wel kijken naar het allerbekendste gebouw van de wereld. Het mooiste hotel van de wereld. Dat geeft ze een. Maar het is veel leuker dan er zelf in te verblijven. Nou, hetzelfde is eigenlijk gebeurd rond die Burj Khalifa. Die Burj Khalifa, even een duidelijk beeld. Alles wat je hier ziet is allemaal eigendom van Imar. Imar is de allergrootste projectontwikkelaar in Dubai. Zij hebben dus in het midden hebben ze dus die Burj Khalifa gebouwd. Daaromheen hebben ze allemaal residential towers hebben ze gebouwd. Iedereen is enorm keen om daar dus een appartement te hebben en uitzicht te hebben op de Burj Khalifa. Maar als je naar de Burj Khalifa zelf gaat, er zit een Armani Hotel in, maar dat Armani Hotel is leeg. Je hebt daar vervolgens, daarboven heb je kantoren, die zijn ook bijna allemaal leeg. Dan heb je een viewing platform op de 123e verdieping. Die doet het heel erg goed, dat zit helemaal vol. Maar het is niet helemaal bovenin, helemaal in de top van het gebouw. En daarbovenin heb je nog een keer de residences, waar dus de mensen appartementen hebben. Maar ze wonen er niet, ze hebben dat vaak als derde, vierde, als tiende of 20ste property. Dus ze ownen het wel, maar verhuren het niet. Dus het komt er eigenlijk op neer dat die Burj Khalifa zelf gewoon helemaal leeg is. Maar door al die waardevermeerdering die je krijgt, door al die properties eromheen, is dat dus toch winstgevend alles bij elkaar, het hele project. Nou, Imar heeft dat geperfectioneerd. En ze hebben nu gezegd van oké, eigenlijk moeten we hetzelfde doen. Dit is de reden waarom dus Dubai nu een tweede hoogste gebouw van de wereld gaat bouwen. Dit is de Dubai Creek Harbour Tower, ontworpen door Calatrava. En het doet eigenlijk precies hetzelfde. Het zorgt voor gigantische waardevermeerdering van die grond die daar omheen ligt. Ook allemaal in handen van Imar. Allemaal residential towers die allemaal gegarandeerd een uitzicht krijgen op deze prachtige, iconische toren. Ik kan jullie helaas niet vertellen hoe hoog de toren wordt. Dat is echt een van de best bewaarde geheimen. Maar ik kan je vertellen dat hij significant hoger wordt dan de Burj Khalifa. Een prachtige betonnen constructie, de onderkant. En daarboven komt natuurlijk alles in staal in combinatie met nog een klein beetje beton. Dus als je over een paar jaar naar Dubai gaat, dan zal deze er staan aan de horizon. Ja, je krijgt wel een beetje een idee hoe die eruit ziet, hè? We zijn begonnen met de fundering van deze toren. En dat is een beetje een traditie. Op het moment dat je dus een fundering stort, dan gooi je gewoon even een munt met de naam van je liefje erin. Dus dit is de naam van mijn vrouw. En die heb ik daar, die zit dus voor eeuwig encased in de fundering van deze hoge toren. Dit is zoals het er nu uitziet. Er is geen twijfel dat de COVID en de lage dollarprijs echt een enorm probleem veroorzaakt op dit moment voor Dubai. Ik ben er echt wel van overtuigd dat over een jaar of twee Dubai daar weer uit gaat komen. En dat je weer de volgende boom gaat zien. Dat is al een paar keer, hebben we dat eerder meegemaakt. In 2008 was het even heel zwaar. Het is nu weer even heel zwaar. Maar ik weet zeker dat Dubai over een paar jaar weer opnieuw booming zal zijn. Dit project staat nu even stil. En gaat binnenkort weer, weet ik zeker wel, weer opstarten. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het Midden-Oosten. Er gebeurt heel veel op dit moment in Saudi-Arabië. Dat wordt het nieuwe Center of Gravity, denk ik. Dus als er vragen zijn, dan heb ik ze graag. Dat was het. Dankjewel.
Uitstekend, dankjewel. Mooi.